Welkom bij Droompiloten. Nieuwe aflevering en deze aflevering gaat over fotografie. Fotografie is awesome als je droompiloot bent. En zelfs beginnende droompiloten kunnen dat gewoon. Gewoon prachtige foto's maken. Ik was gisteren bij het Muiderslot. Degenen die mij volgen hebben dat misschien gezien. Kijk wat ik gemaakt heb achter mij. Ik zoek al heel lang in mijn huiskamer een panorama. En ik denk dat ik hem gevonden heb. Gisteren heb ik dit shot gemaakt. En die gaat daar denk ik komen. Ik heb er wat jaartjes, niet overdrijven hoor, een jaar zeker, naar gezocht. En ik vind hem mooi. Ik hoor het wel van jullie of jullie hem net zo mooi vinden als ik. Waar het om gaat, wat ik hier in deze video wil laten zien, hoe je je instellingen doet om zo een foto tot een succes te maken. En daarom heb ik nu even weer de DJI Go 4 app opgestart. En we gaan naar de instellingen voor het fotograferen. We gaan niet over filmen praten. Dat is een andere video. De instellingen van de foto is gewoon een single shot. Ik kan me niet voorstellen of je moet een timelapse maken, maar nee. De ratio is een 16 bij 9. Dat is ons beeldformaat. Dan kun je het ook gebruiken in video's. Maar ook als, het is een landscape formaat, ook natuurlijk als panorama in dit geval. Het image formaat, waar je dus mee schiet, is heel belangrijk. Niet alleen mijn advies. Niet alleen in JPEG schieten. JPEG is prima voor social media enzovoort. Zolang je alles digitaal houdt, gewoon JPEG blijven schieten. Maar vergis je niet in RAW. Ik heb ze daarom allebei aanstaan. Ja, zeg je dan, ik heb zo'n programma niet. Nee, maar dan heb je in ieder geval het materiaal. Later denk je van, wow, daar kunnen we een prachtige wand mee bekleden met die foto. JPEG en RAW. Niet alleen RAW, dat is meer voor de professionals. Als je het niet hebt, dan kan je er ook niks mee. Wat hebben we nog meer? Witbalans. We zijn bijna altijd buiten. Bijna. Ik tenminste wel met mijn drone. Als je hem voor een, wat ik in de vorige video vertelde, een vlog gebruikt, dan zet je hem op automatisch of licht. Maar stel hem in, weer mijn advies, op 5600 Kelvin. Dan mag het gerust iets van afwijken. Dat is buitenlicht, zonlicht. Gisteren was de perfecte dag. Helder, helder, helder. Daar moet je op letten. Natuurlijk is het heel vaak helder als het vriest, maar die dagen heb je zomers ook. Wat hebben we nog meer volgens mij hebben we dan gehad? De style is landscape. Ik zei het al. En het voordeel van de DJI Go 4 app is dat je bij landscape een klein beetje je instellingen aanpast, zodat je dat zelf niet hoeft te doen. Ja, keus. Je kan ook custom nemen en dan mag je de instellingen zelf doen. En het laatste is de keuze die ik maak voor de kleuren. Decine, like, ik hoop dat ik het goed uitspreek. D-log is, kan ook, maar dat is, heeft niet iedereen. Dat is echt voor post-production. Probeer wat uit. Decine, like, is voor mij het echte kleurengevoel terug als ik thuis kom. In mijn foto's die ik tijdens het maken van die foto's heb zelf meegemaakt. Dat zijn mijn instellingen. Even kijken, ik zet hem nog heel even terug. Dat is ook met een one take. Dan kunnen we eruit. Deze hebben we gedaan. Hoe maak je nou zo'n panorama? Want hoe groter de foto, je mag ook een wand bekleden. Hoe groter de foto, hoe pixelated het wordt. Puntjes, hè? Onze foto's hebben puntjes per oppervlakte.
Ik heb ergens vast een video waar ik dat al eens verteld heb, maar niet vanuit deze strekking ons droompiloot. Wat gaan we doen? Ik ga naar Photoshop. In Photoshop heb ik natuurlijk die foto gezet. En je ziet meteen de kleur. En kijk, het is wel zo dat YouTube ook een beetje die compressie de kleuren verandert. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dit komt zo rechtstreeks, dit is een JPEG, uit de camera. En zo kan hij ook bij jullie daar komen met de instellingen die ik net vertelde. De RAW ziet er net zo uit, alleen die heeft heel veel meer data. Daar ga ik je dan vandaag niet mee vermoeien, die video wordt toch al veel te lang. Ik heb een foto gemaakt van het plekje waar ik bijvoorbeeld, in mijn geval, die panorama al een tijdje wil hangen. Ik wilde per se een foto van mezelf hebben. Hoe laat je dat zien, ook voor jezelf, aan je huisgenoten, hoe dat eruit gaat zien. Dat is, daar gaat deze video ook over. Ik ga het laten zien. We nemen het selectiegereedschap en maken ongeveer, nou, het maatje van die panorama, zoals we hem daar hebben, zouden willen hebben. Nieuwe laag, met het symbooltje hier beneden. Met Shift Backspace moet je wel die laag selecteren. Die komt in het verkeerde scherm in beeld. Kun je kiezen voor een kleur te geven. En die houden we even wit, zodat we een wit vlak hebben. Niet zo moeilijk, Ctrl D, hebben we het witte vlak. Maar nog geen foto natuurlijk. We gaan verder. De foto is hier. De bovenste is een kopie van het origineel wat we er hebben ingesleept, de achtergrond. Met het verplaatsgereedschap til je hem op, haal je vast en je bent bij je foto. Je sleept hem in je foto en laat hem los. Oké, daar is die. Nou, zal je zeggen, wat hebben we hier dan? We gaan verder. We klippen deze foto, klippen we in dat witte vlak. Dat doen we als volgt. Je gaat tussen die twee lagen staan. Dus je witte vlak is beneden, de foto is boven. Dat is nu automatisch gebeurd. En je houdt Alt ingedrukt. Kijk, dan verandert je cursor in een ander icoon. Zodra die dat is, klik je erop. En heb je je foto gesnapt, het heet even anders, dan ben ik even vergeten, in dat vlak. Let op, met je foto geselecteerd kies je voor het verplaatsgereedschap en kun je zelf bepalen waar die komt. Hij is te groot. Ctrl T, het vrije transformatiegereedschap. Met Alt ingedrukt slepen we beide kanten. En we verplaatsen hem naar het plekje. En we willen natuurlijk de verhoudingen goed houden. Hè? Dat is dat vooropgesteld. Beetje omhoog denk ik nog. Kan nog iets kleiner. Als het witte vlak maar gevuld is. En de verhoudingen goed zijn. Vinkje, enter. Hier hebben we in het vlak gezet wat we mooi vinden. Het is misschien nog ietsje, maar dat komt omdat ik zomaar even een vlak getekend heb. Waardoor ik misschien wat mis. Kijken of ik dat kan veranderen. Maar dan krijg ik natuurlijk de zijkant in beeld. Want ik wil heel graag die achtergrond van die haven erbij. Dat meen ik serieus. En het markermeer. Enter. In dit geval moet ik dus een stukje van het wit weghalen. Ctrl T. Ik selecteer het witte. En ik zet dat erachter.
Want ik wil die horizon zien. Enter. Nu hebben we gemaakt, maar het is een beetje vlak. We willen daar ook nog een randje aan geven. En alsof het lijkt dat het aan de muur hangt, het hangt ook misschien nog een beetje terecht. Zetten hem ietsje schuin. We drukken op. Ja. Met de achtergrond geselecteerd. Ik zie trouwens dat er een heel klein randje. En dat willen we natuurlijk niet. Is wat we nog moeten vullen. Ja. Oké, dan. One take. We gaan naar dat witte vlak dat geklipt is. Waar die foto op geklipt is. Daar klikken we twee keer op en dan krijg je dit venster. Ik sleep hem in de uitzending. Dan kun je dus een relief geven. De schuine kant en een relief aan je. Nou, je ziet meteen wat ik bedoel. Zal ik hem iets groter maken. Met hem een beetje opzij. Je ziet meteen wat ik bedoel. Er komt een randje aan, waardoor het meer een schilderij laat. Een canvasdoek. Ik vind hem nog steeds, hij kan gerust nog ietsje hoger. Dus als je op de foto klikt. Oh, dat kan nu niet, want we zitten in het window van de steile lagen. Wat we kunnen doen is ook een schaduw eraan. En dan komt hij een beetje van de muur af. Die instellingen kun je allemaal doen. Als je kiest voor slagschaduw. En dan kun je zeggen, oké, kijk, daar is mijn schaduw. Hoe ga je die neerzetten? Is hij te groot? Is hij te klein? Al die instellingen. Wil je dat ik daar een video over maak, dan hoor ik het graag. Hij komt nu wat van de muur af. Dus eigenlijk is het relatief, ondanks alles, toch snel gebeurd. Ik vind dat we wat omhoog moeten. We selecteren nog even het verplaatsgereedschap. En ik denk dat die zo erg mooi is. Ik vond hem erg mooi. Het is een prachtplek. Het is echt een prachtplek. En nu kan het. Ik wou dit even met jullie delen. Wil je meer details weten over RAW enzovoort. Dat kan heel ver gaan. Dit was even de video over wat je als beginnende dronepiloot al heel snel kan maken. Let op die hoek. Kijk, die hoek van links naar rechtsboven. Probeer je shot zo te framen dat die erin zit. Niet altijd, zeker niet altijd, je onderwerp in het midden van je foto. Dat is fout nummer 1. Kijk dit als voorbeeld en neem alsjeblieft mijn advies aan. Abonneer op mijn kanaal, als je tenminste mijn video's leuk vindt, dan kan ik nog veel meer maken. Ik vind het nog steeds leuk om te doen en ik zie je dan de volgende aflevering. Tot de volgende keer.